Goedemorgen, welkom bij Sweet Lake Fishing. Vandaag weer een leuke doodaassessie onder de dobber. Nou, gaan we even de setup bekijken. We beginnen met een stuitje en daaronder een 15 grams dobber. Ho. Wat ziet de kerstman daar, Jon Jansen? Dat is niet de bedoeling. Wow. Nou, dit is wel een hele bijzondere rig. Nou, wat we gaan doen vandaag, zie ik een mooi stuitje. En in plaats van een mooie snoekdobber hebben wij een kerstbal. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Voor de rest gewoon dezelfde setup die we normaal gesproken gebruiken. Alleen dan nu de kerstsetup. Nou, laat hem ingooien. Kijken of het werkt. Als de Sint weer is vertrokken. Zet. Nou, we hebben een kersteditie, dus we dachten het is misschien wel leuk om een kerstbal als dobber te gebruiken. Een lekkere grote vorm eronder. Eens kijken, hè, of we nog wel kunnen vangen. Zou wel lekker zijn. Mooi aan die Patriot Ace is, die top is net wat zachter, waardoor je minder snel je aasvis eraf gooit. Gewoon een ideale dood aasengel. Je zal me missen, maar ik ben vissen. Nou, oude Jorn is lekker aan het babbelen. Al een half uur lang. Wat ben je aan het doen, man? Ik ben muziekjes aan het luisteren. En koffie aan het maken. Ja, toch? Ja. Nou, dan lopen we even naar Oma Jorren. Dag 1,45, ja. Heb je al te vangen? Ik heb koude voeten gevangen. En het is om te huilen. Maar we weten gewoon, elk moment kan het omslaan. Er komt een stroming in het water, activiteit onder die vorms en nog veel meer theorie. En dan gaan we met lege handen naar huis. Nee, dat gaat zo gebeuren. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben het ook echt aan het filmen. Ja. Ik heb er echt vertrouwen in. Het gaat elk moment gebeuren. Alleen denk ik niet hier. Ik ben visser. En als je vraagt waar. Hij trekt wel lekker. Oh, de muts goed doen. Zo, een mooie snoek hoor. Zo, inderdaad. Ja, wat is dit? Oeh, Rijntje. Oh. Een rijntje van zijn bek. Mooie snoek. Zo, dan pak jij de vis? Ja, die vist. Ja. Zo, komt die. Hey. Hoppa! Van een kop, hè? Wat weet die? Kom op de 1 meter, zeg een metertje, 1 meter 1. Ja. Een meter. Nou, precies een mooie kerstmeter. Even rusten. Zo, kijk eens jongens. Ah, dit is een mooie kerstsnoek of niet? Zo, echt wel. Ah, gaaf. Moesten we even op wachten? Ja, dat moesten we even op wachten. Ah, heel gaaf. Oh, probeer hem even nog één keer. Moest die bekken zien, joh. Ja. Zo.
Oh. Ja, dat stond erop. Oh. Zo. Echt een gigantische kop. Heeft dus de tijd uit, hè? Oude strijder. Hij is onder de indruk van alle kerstmutsen. Zelfs ik. Ja. De kerstmannen. Gaat-ie. Ja, dan gaat-ie al bijna. Littekens. Zo, daar gaat-ie, hoor. Hoppa. Ging die je bijna op. Lekker, maat. Nummertje 1. Hoppakee. Ah, ben je nog een boxie? Ik wil ook een box voor je, mevrouw. Lekker, dankjewel. Yes. Lekker volkmatje. Ik heb tegen de heren gezegd, ik ben hier ook aan het vissen. Ik zeg, als jullie een visje vangen, dan komen jullie in ons uitzending. Dus wij gaan kijken, een mooie vis. Ah, misschien een grote 90 en misschien zelfs een meter wel, jongens. Nou, is die goed? Hij zit echt maar met één haakje. Oh, ah, perfect, want haak jongens, kijk eens. Wat een vis. Maak jij een foto van hem? Yes, vast. Ja. Iets meer, hoe is het dan? Ja. Op de valreep, hè? Mooi, hè? Ja. Zullen wij nog even samen zo op de camera? Lachen, man. Het is toch leuk, hoor, jongens? Ja, bedankt voor de les, jongens. Ja, zeker. Dankjewel, man. Ja, toch? Oh, dit is geen 1,5 meter, hè? Maar ja, uitzondering. Ja. Morgen is toch alles dicht. Ja, precies. Alles leuk. Alles goed, hè? Nou, hij was 92 was hij volgens mij. Ja, leuk zo. 93. Hey heren, even voor de camera. Lachen, man. Hey, dank jullie wel. Dank je wel. Leuk. Leuk. Nou, wij zijn dit jaar begonnen met het YouTube kanaal Sweet Lake Fishing. Wij zijn het kanaal begonnen voor de vooral beginnende visser. Om te laten zien op wat voor manieren wij vissen en welke materialen wij gebruiken. We zijn natuurlijk echt heel hard gegroeid dit jaar, hadden we niet verwacht eigenlijk. We zitten al over de 1500 abonnees heen. Ja, dus echt super toffe reacties krijgen we. Dus dat vinden we echt geweldig. Nou, we willen vooral iedereen bedanken die zich heeft geabonneerd op ons kanaal. Het geeft ons echt de motivatie om weer door te gaan met nieuwe video's en bedenken wat gaan we nou weer doen en opnemen voor de kijkers. Zoals jullie misschien al hebben kunnen zien, hebben we de reclames aangezet. We hopen hiermee wat geld binnen te krijgen, waardoor we kunnen investeren in betere materialen om nog betere video's te kunnen maken in de toekomst. En nu wil ik graag het beeld geven aan Jorm, want die heeft ook nog het een en ander te vertellen. Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, Tim. Nou, ook ik wil natuurlijk iedereen bedanken voor het bekijken van al onze video's. Maar waar ik echt heel vrolijk van word, zijn alle leuke reacties die jullie hebben achtergelaten. En daarom heb ik een aantal personen willekeurig uitgepikt om te bedanken. Nou, gaan we. Me Fishing. Nou, dit zijn twee hele aardige gasten. Hebben zelf ook een YouTube kanaal. Dus ga zeker even kijken en abonneer. Visverslagen. Nou, als je nog nooit op een account bent geweest van Instagram, ga zeker even kijken als je van roofvissen houdt, want hij staat echt helemaal vol mee. Noah van de Meulen Fishing. Nou, deze gozer, heel jong, maar die haalt er nu al de mooiste vis uit. Noah, ga zo door, je bent echt heel goed bezig. Amateurvisser, nou, wie kent hem niet? En Tom, nogmaals gefeliciteerd met het vangen van je PR-snoek van 1,20 meter. Wat een lach!
en KB Fishing. Nou, als één man de grote vissen weet te vinden, dan is hij het wel. En ik weet dat hij graag, maar dan ook heel graag, de 10.000 volgers op Instagram wil behalen. Dus kom op jongens, help hem een handje. Wil je nog meer? Pim, Fishing with Pim. Nou, als ik aan één man veel heb te danken, dan is het wel aan Pim. Hartstikke bedankt Pim. Eén brok kennis, één brok ervaring. Ik ben echt heel blij met jou. Laszlo Babsi, een man uit Duitsland, maar deze man die is nog nooit vergeten om te reageren op een Instagram bericht of onder een YouTube video. Laszlo, mijn respect heb je vriend. Officials, ook een YouTuber, laat altijd een leuke reactie achter. En dat vind ik zo mooi hè, dat die YouTubers onderling elkaar gewoon steunen. Daar word je vrolijk van. Vissen en de Geer, onze karperkoning. Nou, ik denk dat Vissen en de Geer zelf niet eens meer weet hoeveel karpers hij gevangen heeft in zijn leven. En als laatste, Martin, mijn sponsor van Redfin International. Ja, heel erg veel respect hoe hij met zijn pro-staf omgaat. En ik hoop ook echt dat we in 2021 nog iets heel moois kunnen neerzetten. Ja, dan krijg ik elke week honderden leuke, maar ook echt hele leuke reacties binnen. En dit is natuurlijk ook maar een kleine greep van alle support die we van jullie krijgen. Nou, vind je het leuk om vaker dit soort reacties mee te nemen in onze video? Laat er natuurlijk weer een leuke reactie achter. Maar stuur je mooiste vangst naar Sweet Lake Fishing op Instagram in een persoonlijk bericht. Nou, ik wens jullie natuurlijk ook allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En dan geef ik nog heel eventjes het woord aan Brady. 2020 was voor ons een spannend en welbewogen jaar. We hebben een geweldig doel bereikt, maar we zijn er nog niet. We hebben het afgelopen jaar prachtige vissen gevangen en een heleboel lol beleefd. Dus hier zijn wat hoogtepunten. Er zit wel een vis aan, maar het kleintje. Ja, dat valt zeker mee. Nee, joh. Wat erg. Het is natuurlijk wel grappig. Ik ben natuurlijk... Ja, hey. Oh. Wat doe je? Nee, dat is de... Oh, de GoPro. Dat meen je niet? Ja. Stop maar met zoeken, ik ben vissen. Ik ben vissen. En als de dagen veel te kort zijn. En de nachten. Dat moment dat je sponsor je beter kent dan jij jezelf kent. Ja, ik heb het. Ja, ja, ik ben vissen. Stop me met zoeken, ik ben snoeken. Je moet me missen, ik ben